gaan sporten. Het is 12 uur, tijd voor een nieuwe live met. Dat ga ik doen samen met mijn vaste trainer. Daar staat hij, Rich van Hout. We houden goed afstand, maar hij gaat mij uitleggen wat we moeten doen. En ik ga het samen doen met Lizzie van der Licht. En die komt er nu bij. Jeetje. Oké, goed om nog even te zeggen. Deze workout wordt mede mogelijk gemaakt door Zalando. Dus de kleren die Lizzie en ik aan hebben, en ook Rich, krijg je bij Zalando of soort gelijk. Dus kijk even bij de sessie, of eigenlijk de hele sectie op Zalando van Glamour. Het favoriete items. Oké, Liz, are you ready? Ja. Ja? Hoeveel sport jij normaal? Nou, voor de quarantaine sport ik wel 3 keer in de week. Ja. Toen begon ik met van die home workouts. Ja, dat is gewoon niet echt, ik vind dat moeilijk. Ja, in ieder geval weer begonnen met de wine. Ja, jij legt even ja. Uit wat we gaan doen. Oké, we hebben straks 3 circuitjes met 5 of 4 oefeningen. Ik leg ze zo even uit, het eerste circuitje. Als je 2 flesjes water hebt of 2 gewichtjes, dat zou helemaal top zijn, dan maak ik het iets zwaarder, de workout. We gaan 5 oefeningen nu zo doen. We doen 25 seconden werken, 2 rondjes, dan hebben we even 30 seconden rust. Dan leg ik het weer uit, tijd voor vragen en antwoorden en dan komt het helemaal goed. Dus we gaan zo beginnen met hoge knieën en de gewichtjes gaan vanuit je borst. Ga je goed strekken, dat is de eerste oefening. Kan je niet je knie omhoog, heb je last van je knie of dan kan je squat positie aanhouden. En dan kan je gewoon om en om je schouders laten bewegen. Dan gaan we in en uit springen en dan vanuit je borst goed die flesje water uitstoten. Dan blijven we laag met jumping jacks. Daarna blijf je ook in die squat positie, gaan we kleine cirkeltjes maken. En als laatste zet je hem op de grond neer en dan ga je hem aantikken. Dus vanuit hier om en om. En dan beginnen we weer opnieuw. Oké, ready? We gaan beginnen. Dus voet vanuit je borst en hou vanuit je. Yes, here we go. Helemaal omhoog, hè? Goed strekken. Ja, dat is het. Heel goed. Doe ik het goed? Heel goed. Beter kan niet. Beter kan niet. Zo zie ik het graag. 3 kilo per klant. Dat is niet normaal. We staan jullie goed begonnen, hoor. Oh, jeetje. Hou goed, heel goed. Hou vol. 5 seconden. Oké, en nu gaan we vanuit je borst. Zie ik er heel idioot uit of wat? Goed vanuit je borst, uitstoot en springen. Ja, heel goed. Doe ik ook goed? Beter kijken. Ja, ja. Diepe zakken. Jongen, ik krijg deze dingen niet omhoog. Jawel, kom op. Hou vol. Oké, netjes. Goed. Nu gaan we zo springen, laag blijven. En dan naar de zijkant met de gewichtjes. Goed voor je schouders. Ja, is heel goed. Hou vol. Je hartslag gaat een beetje omhoog als het goed is. Ja, die kan kleine kilo's. Hou vol. Goed. Netjes. Nog 5 seconden. Oh mijn god. Goed. En dan blijven we laag. Dus nu squat positie. En dan gaan we kleine stukjes cirkelen. Dus vanuit hier. Ja, dus hou zo hoog. Let op je ademhaling. Neus in, mond uit. Kom op, kom op. Als het niet met gewichtjes gaat, dan ga je zonder verder. Dit is ook zwaar. Oké, heel goed. Dan leg je hem op de grond. En dan ga je hem aantikken. Dus om en om ga je ze aantikken. Hier doen? Ja. Op de grond? Ja. Oké, ready? Ja. Yes, here we go. Hou je heupen laag. Een rechte rug houden. Heel goed. Netjes, hou je heupen laag, heel goed. 5 seconden. Oké, goed, netjes, relax. Ga je weer staan? Hoe ga je, Liz? Maar hoe vaak train jij jouw armen, joh? Hoe vaak train jij in de week? Nou, 2 keer in de week, bij Liz ongeveer. Ja. Maar ik zal ook voor alle kijkers wel heel eerlijk zeggen, ik train echt om mijn hoofd leeg te maken. Niet per se echt van dat ik topsporter wil zijn of zo. We zijn lekker bezig. Hoeveel kilo heb je daar? Yo, ik heb hier 3 kilo per stuk. Ja, maar als doe je het zonder, schat. Ja. Dat is ook goed. Als je gewoon die hartslag hoog houdt, dus hoog intensiteit. Oké, dan gaan we. Zo ja? Ga je met 3 dus kilo. Vanuit hoog. Ja, okay, de eerste lukt wel omhoog. Yes, here we go. Ja, heel goed. Netjes. Kijk, dat is goed. Goed die knieën omhoog houden.
Heel goed, dames. 10 seconden. 5 seconden, heel goed. Oké, wissel. Dan doe je hem met 1 Lissie. Dan haal je hem zo vast en dan kan je zo. Stap je hem en vanuit je borst. Ja, is goed. Here we go. Juist. Heel goed. Moet die armen blijven strekken. Netjes. Lekker beest, Ak! Heel goed. Allebei heel goed. Jij ook, Liz! Heel goed. Nog 5 seconden. Hou vol. Oké, heel goed. Dan blijven we laag en dan ga je vanuit hier. Als het met de gewichtjes te zwaar is, dan doe je het gewoon zonder. Dan focus je op de snelheid. Yes, ready? Here we go. Zo? Ja, heel goed. Netjes, heel goed. Goed laag blijven. Heel goed, Anke. Ja, ga door. Kom op, let's go. Yes, hou vol. Ik kan niet geloven dat ik dit live op Instagram heb. 5 seconden, hou vol. Oké, netjes, heel goed. En nu blijven we laag en dan ook zonder gewicht is dit zwaar. Dan blijven we kleine cirkeltjes maken. Heel goed. Lekker bezig zie ik staan. Zie je? Wie doet er allemaal mee? Tuurlijk. Ja, helemaal hartjes erbij. Ja? 5 seconden. Oké, heel goed. En dan ga je weer op de grond pushen positie en dan ga je aantikken. Yes? Ja. Oké, laatste van deze ronde. Yes, here we go. Come on. Ja, ik heb een special guest in the room. Oh. Kijk even. Mijn kat is wakker geworden hier op de stoep. Ik zie dat hier gaat. Hou vol, nog 5 seconden. Oké, netjes, heel goed. Relax, Lissy. Het was het eerste circuitje. Dus de hartslag is een beetje omhoog. Kijk, twee van dit soort circuits. Kijk, ik kan ook meedoen. Oh, die is zo lief. Nee! Ga hier doorheen, Doreen. Ja. Dus wat heb jij aan? Ik heb dit gele Nike BH aan van Zalando en zwarte legging ook. Zo leuk. Oh, je gaat ook heel leuk, ja. Oké. Die zou ik ook nog even stellen. Lekker die kleur. Ja, hè? Oké, tweede circuitje. We gaan vanuit hier, squat positie, je houdt ze bij je borst. We gaan zakken en ik kom omhoog, ja? Dus vanuit hier, squatten en omhoog. Dat is de eerste. Dan gaan we uitstappen, voorwaarts uitstappen. En als ik uitstap, gaan de gewichtjes naar de zijkant. Ja? Als het te zwaar is met gewicht, dan doe je het gewoon zonder. De derde oefening is, ik ga naar achter stappen. En ik maak een biceps. Curl. Dus naar achter punch en dan een bicep. Ja? Ja. Ik dacht wel dat Sven Kramer mee zat te kijken, dus ik denk ik doe even deze erbij. Dus we gaan schaatsen, goed laag blijven. Elke keer opvangen en afzetten. En als laatste gaan we op een matje, bicycles maken. Dus vanuit hier of vanop de grond goed indraaien en je ellebogen naar je knieën goed brengen. Oké, maar je moet mij even per dik weg, hoor. Ja. Ik ben het alweer vergeten. Oké, dus we beginnen met de flesjes bij je borst of de gewichtjes. Dan gaan we zakken en omhoog. Yes? Ready? Tijd? Ja. Yep. Yes, here we go. Ja, het is heel goed. En omhoog. 1 beweging. Neus in en als je omhoog ging, blaas je uit. Heel goed. Als je omhoog ging, blaas je uit. Squat ik goed. Iets zakken. Ja, is heel goed. Hou vol. 5 seconden. Ja, is heel goed. Netjes. Nu gaan we voorwaarts stappen. En dan lichtjes naar de zijkant. Ready? Yes. Hou je balans. En je knie komt niet voorbij je teen. Ook belangrijk vandaag. Letten. Als je uitstapt, je knie komt niet voorbij je teen. Heel netjes. Goed, ga door. Nog 5 seconden, hou vol.
Heel goed, dan gaan we nu achterwaarts een lunge maken. En dan pakken we die bicep. Goed indraaien. Ready? Yes, here we go. Ja, is goed. Hou ze open en indraaien. Mooi. Goed. Perfecte voorbeeld zie ik alweer. Elissie, hey, gaat goed. Killer Mario. 10 seconden. Het outfitje van Zalando komt er goed uit, zie ik al. Ik moet ook niet verder top. Oké, heel goed. Nu pakken we even de zwemkamer, hè, Ang? Even die Friese workout. Even de Friese vlaggen. Met ja. Ready? Yes, here we go. Ja, goed die gewichtjes voor je houden. Afzetten. En opvangen. Heel goed. Dit is een lekker rondje, Kral. Ja, ja. Goed, niet te goed laten komen. Afzetten. Hou vol, netjes. 5 seconden en dan ga je op je matje. Pakken we daarna die bicycles. Dus ga je fietsen. Ja. Ja, op je... Zonder gewicht, toch? Ja, zonder gewicht. Yes, here we go. Goed indraaien. Even die buikspieren erbij pakken. Ja, dus goed die benen helemaal strekken naar beneden. En die elleboog naar je knieën brengen. Goed, ga door. 5 seconden nog. Hou vol. Lekker aan. Kom op. Heel goed. Oké, netjes. Goed, gaan we staan. Dit was weer 1 rondje. Dit doen we nog 1 keer. Jezus. Lekker bezig even zo op de zaterdag. Lekker. Heb je dat bijtje dat ik neem zo? Nee. Oké, ben je er klaar voor? Ja. Heel goed. Wat deden we ook weer? Dus squatten, rechterrug en explosief omhoog. En dan diep squatten, ik squat niet. Ja, diep squatten. Dus goed als je naar beneden gaat, je tenen een beetje naar buiten. En als je beneden zit, je knieën naar beneden, naar buiten duwen. Ja. Oké, ready? Yes, here we go. En omhoog. Iets lager zitten allebei, ja. Yes. En echt omhoog. Goed. Goed zakken. Vind ik mijn rit ook krom, als ik zat. Goed, hou vol. Netjes. 5 seconden, hou die snelheid erin. Heel goed. Oké, nu weer die voorwaartse lunge. En dan die schouders erbij. Let op, heer. Niet je knie voorbij je teen. Oké, ready? Yes, here we go. Ja, dat is heel goed. Lekker hoor, kijk ze. Ik krijg nog helemaal niet van praten. 5 seconden. Oké, netjes. Nu gaan we achterwaarts weer die lunge maken en dan die bicep. Yes? Ready? Here we go. Heel goed, goed draaien. Juist, netjes. Ga ik thuis bij iedereen, jongens. Ja, kijk iets achter als je lekker bezig bent, hè? Ja. Ik denk. Even die 5 seconden. Hou vol, 5 seconden, kom op. Iedereen heeft onze outfit aan. Ja, tuurlijk. Oké, en dan weer deze. Goed afzetten. Oké, gewichtjes hou je erbij. Ready? Yes, here we go. Goed afzetten en goed opvangen. Heel goed. Netjes. Goed laag zitten. Dat is het. PO2 nieuwe winnaar is op de 500 meter. Kijk schaatsen. 5 seconden, half voor. Kom op. Oké, netjes. Goed. En dan gaan we weer op het matje. Die bicycles. En dan komen we naar het laatste circuit. Heel even dat matje. Ik heb op een matje geroepen. Ik ben nog nooit zo fatiek. Oké, ready? Yes, here we go. Van mij mag Anke 2 keer in de week live. Die heeft nog nooit zo goed de weg gemaakt. Dan volgende week gaan we weer. Zeker. Heel goed, hou vol.
Goed indraaien, die elleboog aan die knieën. Hou vol, kom op. 5 seconden, blijven werken. Oké, netjes, goed, relax. Als je even een klein slokje wil nemen, kan het. Je hebt even 30 seconden rust. Jeetje. Gaat die lekker wel, toch? Pittig wel. Goed zo. Nog één circuitje, dan zijn we er. Nog één circuitje. We hebben de 20 minuten workout even gehad. En dan kan je baby klaar voor vandaag. Oké, we beginnen zo meteen met jumping lunges. Dus hierbij heb je wel meer je matje bij nodig. Je mag de flesje bijhouden. Vanuit hier goed zakken. Om en om. Nogmaals, kan je niet springen, ga je gewoon uittappen. Om en om. Dan gaan we op het matje gaan we liggen. Dan pak je de twee gewichtjes of flesjes water. En dan gaan we naar achter. Kom omhoog en dan ga ik stoten vanuit hier. Omhoog. En draaien. Zie je het goed? Ja. Oké, heel goed. Dan pakken we vanuit hier 90 graden en dan ellebogen naar je knieën. Yes? Als je daar moeite mee hebt, kan je ook je handen op je benen houden en dan omhoog naar je knieën schuiven. Dan pakken we die hip thrusters nog even voor de billen. Dus heupen omhoog naar beneden. Dus omhoog moet je billen naar elkaar toe aanspannen. En als laatste, om te eindigen uit een plankpositie omhoog naar beneden. Is dat te zwaar, ga je verder op je knieën. Omhoog. Naar beneden. Yes? Ja. Oké, laatste twee speeches. Top is van Nike. Heb ik gekocht bij Zalando. Vind je het toch? Ja. Top is van Nike. Nike is top. Die zijn maar top. Lekker beetje kleur. Oké, ben ik klaar voor de laatste ronde? Nee, ik weet het al niet meer. Oké, we gaan beginnen met jumping lunges. Ja. Oh ja. Oké, ready? Yes, here we go. Laatste circuitje, let's go. Even alles geven. Komen niet voor de koffie, de meiden. Heel goed, 10 seconden, hou vol. Heel goed, blijven ademen, 5 seconden. Kom op. Nu ga je op je matje en dan kom je omhoog en dan ga je links en rechts. Met die flesje? Yes, met die flesjes. Oké, ready? Yes. Yes, dus helemaal. Je houdt ze bij je borst, je komt omhoog en dan stoten. Links en rechts. Goed indraaien die stoten. Goed indraaien. Ja, dat is goed. En elke keer weer naar je borst toe brengen en goed indraaien. Mooi. Hop, hop. 5 seconden, hou vol. Oké, netjes, heel goed. Nu gaan we je heup omhoog en dan naar beneden. Dus die hip thrust is nog even goed voor je billen. Oh? Yes, en dan naar beneden en omhoog. Ready? Yes, here we go. Zakken en omhoog. Dit vind ik altijd een goede oefening. Ja, dit is goed voor je billen. Goed, nogmaals, als je bovenin bent, voet je billen naar elkaar toe knijpen. Heel goed. En als je naar beneden gaat, niet je kont op het matje laten vallen, zodat je wel die spanning houdt. Oké, heel goed. Nu ga je benen gebogen van de grond, 90 graden, en dan je ellebogen naar je knieën. Ja, dus een kleine stukje. Ja, dat is heel goed. Ellebogen naar je knieën. Heel goed, hou vol. Oké, goed. En in die laatste ga je plankpositie. En dan kom je omhoog naar beneden. Lukt dat niet uit de plankpositie, dan doe je hem vanuit je knieën. Oké, ready? Yes, here we go. Goed die heupen in één lijn houden. Ja, is goed. Mooi. Ja, dus weer terug naar beneden en dan weer omhoog. Heel goed. Kom op, kom op. 5 seconden, hou vol. Oké, netjes, goed. 1 rondje snel en dan zijn jullie klaar. Oké, dus we gaan weer staan.
Let's do it. Even alles geven. Laatste rondje. Laatste ronde. Ja. We verliezen geen seconde. Kom op, here we go. Yes. Ja? Wisselende lunches. Pap. Ja, is heel goed. Goed, haal vol. Ja, nu begint het zwaar te worden. Ik heb gewoon een zin van mijn benen. 5 seconden. Oké, netjes. Goed, dan ga je weer op je matje. En vanuit je kin goed die gewichtjes draaien. En hier, here we go. Ja? Yes, ready? Yes, here we go. En goed draaien, mooi. Juist, goed draaien, netjes, heel mooi. Kom op, 10 seconden. Hierna ben je klaar, Lissy. Hé, hey, naar het rondje. 5 seconden, kom op. Oké, goed, doen we die heup omhoog naar beneden. En goed weer die billen aanspannen. Ready? Yes, here we go. Goed. Mooi. Hij heeft 10 seconden, hou vol. 10 seconden, het einde is in zicht. Dus dat is goed nieuws voor de dames. 5 seconden, hou vol. Oké, netjes. Aan de knieën gebogen. Dan die elleboog naar die knieën. Yes, here we go. Kleine stukjes. Heel goed, kleine stukjes. Tien seconden, hou vol. Goed. Kom op. 5 seconden. Oké, netjes. En dan gaan we naar de laatste gebring, dames. Jezus. Oh, ik mag niet. Last one, let's go. Oh, ik zweet helemaal. Ja, dat is de bedoeling. Ik ben helemaal buiten adem. Nee, dat bedoel ik niet. Gelukkig. Oké, de laatste. Ready? Yes, here we go. Heel goed. 10 seconden nog? Hou vol. 10 seconden. Oké, dames, netjes. Heel goed. Applaus voor jezelf. En voor de mensen die thuis meegedaan hebben, applaus voor jezelf. Heel goed. Jezus, hoe zie ik eruit? Oh, ik heb echt een mooie geschilderd zweet. Lekker, jongens. Lekker, Liz, hè? Geen omgingen? Ja, wel goed. Maar wel pittig, hoor. Ja. Heel goed gedaan. Maar nu zijn we wel klaar, hè? Van 20 minuten het programma. Oké, lieve kijkers allemaal, we gaan dit nog 2 keer doen op zaterdag. Misschien blijft het wel voor eeuwig op zaterdag. Elke zaterdag om 12 uur sporten met Rich, met mij, met een ander leuk iemand en met Fernando. Dus superleuk en voor mij ook wel even goed om te zien te werken. Dus, de oude kindjes zagen er goed uit, hoor. Zagen er goed uit, ja. Liz, thanks a million voor meedoen. En, ja, jullie bedankt. Dank ik mijn les. Fijn. Lieve Rit, dankjewel. En natuurlijk Zalando, dankjewel voor het mede mogelijk maken van deze leuke workout. En ik zie je snel dus. Dan met een wijze spot. Graag. Dikke kus. Bye bye. Fijn weekend iedereen.